Ik heb al bijna een half jaar geen bier gedronken, maar ik heb hier een paar Toubiens, ik heb een Average Rob, een Arnaud de Kid en Willy en ik gaan die vandaag inmaken in bierpong. Verliezers krijgen een tattoo. Ground rules. Elleboog. Behind the line. Oh, behind the line. Op het moment dat de bal botst, dan mag en die gaat in een beker. Mocht je klitsen op het moment dat hem botst, maar als hem erin valt, zijn het twee bekers. Op het moment dat je erin hebt gegooid, mocht je nog eens een tweede keer werpen. Als je in dezelfde beker smijt als waar je eerst hebt gesmeten, dan moet je eigenlijk drie bekers wegdoen. Hè? Als je twee keer scoort. Hij is regels aan het uitvinden on the spot. En ik win, ja? Oké. Okay. Succes. 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 Match. Succes. 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 Get this. Kijk, het gaat erin zijn. Boom. Ah! Airball. Hey. Allebei één worp. Ik weet niet. Oh. Ah ja, by the way, het is team losse onderbroeken tegen team strakke onderbroeken. Het is hier veel te warm om broek te dragen, dus dit is de situatie. God, kijk. Vaar. Op die tafel. Let's go. Ah ja, nog eens. En dezelfde dan nog eens, hè. Oh shit. Water. Oh, what the fuck. Ah, ja. Je doet Toubien drinken. Helemaal de hydratering. Doorspoelen met Toubien. Om dat water weg te krijgen, want dat is nogal strijdig. Samela. Shoot, gast. Oh, let's go. Let's just. Woe. Om dat hydratering. Arno is sterk. Word je hard van. Moet je hard doen. Let's go. Yes, sir. Come on, hè. Mr. Scholtens. Dat zijn er drie weg, hè. Dat zijn er drie? Ja, dat zijn er drie weg. De helft gewoon als mijn bekje, hè. Altijd een t-shirt nat. En dat is dan deze. Ik ben helemaal niet zat, hè. Goed, zo de ogen van. Ik kan net zien, ik kan nog deze doen. Hey, we zijn wel echt zwaar aan het verliezen, hè. Oké. Wow! Let's go, gast. Wow! Samen af. Oh. Ik zeg hem wel. Is dat nu trickshot? Als je hem kunt vangen, is dat trickshot? Of achterwaarts of zo? Oh. Oh shit! Oh fuck! Maar yes! Oh. Hoe doet hem het? Ik heb er geen ene ingespeeld, hè? Dat is inder alleen, hè? Ja, als er nu 1 of 2 zijn gewonnen. Ja. Oh, yes! Applaudissement. Proficiat. Wij zijn winnaars, maar we gaan gewoon allemaal tattoo zitten, want dat is veel leuker. Eén ploeg, één team. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje winnaars vandaag. Voor de tattoos heeft Willy een paar designs gemaakt tot 4 uur 's nachts gisteravond. Stelt jij de resultaten voor? Dus de allereerste is de Comet Dealer. Dat was echt, ik heb echt lang moeten nadenken bij die, ik ga niet liegen. De Fanny Pack. Oh shit. Ah, maar ik dacht echt dat een flashlight was. Dat is ook de gewone classy bril. Planga, de fatte planga. Dan hebben we de croque monsieur. Mijn favoriet, by the way. Is fucking nice. Yeah. Smoske. Oh, smoske. Gewoon casual. Als er iemand een smoske wilt, by the way, in de kookkast heb ik een smoske meegenomen voor jullie. Echt? Is dat? Ja. All yours. Dat is hem. Is het? Smoske als esp. Oh my god. Dan hebben we de prepare yourself. Met de rode accentjes. Worst case. Wauw, dan hebben we deze, dat is. Die wil ik. Het zwaard van Excalibur. En dan hebben we de stoofvleesdief. Average Rob. Average Robbery. Average Robbery. En dan hebben we ook nog de UFO Dino. Wow, de randomness, I love it. Hebben jullie een voorkeur? Ik denk voor de Prepare Yourself gegaan. Prepare Yourself? Ja, die is fucking nice. Die is cool, hè? Ik twijfel tussen de Excalibur en de Croque Monsieur. Gast, jij bent de guy van de Crocs. Maar Crocs sponsort mij niet. Okay. Gast, ik heb al de lichte hints gestuurd van zo op een story, zo van wauw, dat is mijn droom. Zo. Als je nu een tattoo pakt, fully dedicated aan Crocs, dan kunnen die je toch niet negeren. Alright, cool. Let's go then. Alright. Dus Ender en Arno gaan allebei de matching Croc Monsieur doen. Great succes. Ik begin.
begin als host dezelfde tattoo als Arno vandaag. Dus we moeten gewoon zien dat wij niet keiveel ruzie hebben binnenkort. En dan is dat allemaal oké. Okay. Ah ja, je hebt al met mijn cheek gestuurd, Nick. The fuck. Hoe weet jij dat anders van... Wow, yo. Ik moet even bellen. Oké, beef is blijkbaar onvermijdelijk. Is dat een goede beslissing eigenlijk? Het is te laat, Hendrik. Je kunt niet meer terug. Je hebt gezegd dat je mijn design op je lijf ging zetten. Je gaat dat nu doen. Moest er iemand een tattoo design nodig hebben? Had avondbal. Echt 7 keer opnieuw gedaan. Perfect, thank you. Over een paar jaar staat mijn hele lichaam gewoon vol met woordmopjes en shit. Mensen hebben me altijd wijsgemaakt dat tattoos zo zot pijnlijk waren. En dat valt eigenlijk keigoed mee. Dat dat echt zo pijnlijk was, dat ik nu geen tweede gezet, denk ik. Maar dat is gewoon zo'n onaangenaam knijpgevoel of zo. Ja, exact. Of deze was mijn eerste. Je hebt direct zo'n grote gezet. Ja, ik heb nog 2 uur of zo, als ik iets van... Bon, wrap it up. Wat is dat juist? Is dat... Dat is een wolf. Dat is zo echt een tekenaar. Die had gewoon zo de vorm gezet en dan daarna gewoon volledig gefreestyle op mijn benen. Gewoon zo. Is er een reden dat je een wolf hebt gezet? Ik vind dat gewoon een cool dier. Nee, ik vind nice aan een wolf. Vind ik gewoon zo dat hij dat zo... is niet graag alleen. Mm-hmm. En, maar is wel zo sterk of zo, ik weet niet. Ik ben super fan van Twilight, dus... Oh, is het af? Het is af. Oh, damn. Het ziet er wel sick uit gewoon. Nice. Oh, ik heb echt geen zin in tattoos. Echt? Ik vind dat iedereen zegt dat dat zo geen pijn doet, maar dat is echt bullshit. Gast. Ik heb eigenlijk net nog gezegd dat dat niet zoveel pijn doet. Ah! Ah! Yes. Sexy. Warning. Blur. Een beetje bloed. Er zit wat ketchup op mijn croque monsieur. Maar dit is iets voor het leven, hè? Ja, oh, my man is dying. Alles. Ik ben wel maar 2 keer flauwgevallen in de tattoo. Ja. 14 minuten, dus chill toch. Traantjes zijn allemaal weg nu. Alle mensen die zeggen dat dat niet pijn doet, fuck jullie. Ik wil heel mijn leven een big ass app op mijn andere been doen. Ik heb nu besloten om dat niet te doen. Besluit om dat niet meer te doen. Fuck, dat is daar 7 uur zitten sterven. Van waar het idee om die grote aap te zetten? Omdat ik altijd een aap was, zo gezegd. Oh. En dan wil ik de ogen van mijn oma daar ook in. Oké. Okay. Omdat dat ook zo'n soort van aap is. Omdat dat echt een locomotief is. Ah, ja, by the way, ja, ik zag laatst je achtergrond van je gsm. Heb je je gsm in de buurt? Check dan deze. Zie je dat? Dus mijn oma is een fucking gangster. Ach, dan denk je, ofwel zet ik hem hier. Aha, of? Ofwel zo hier ergens. I think I'm gonna put it here. Yeah. Yeah. Did you drink? No. Last night? No, not really. Like, not excessively. Ze vragen hier steeds, heb je gedronken gisteravond? Want als je dat gedaan hebt, is de kans groter dat je bloedt. Wat zeg je net? Dus na 4 pinten was ik al perto en dan na de 6e pint wist ik al niet meer waar ik was. Gisteravond? Ik kan echt niet tegen alcohol. 3 pinten, ik ben echt al bien. Maar dat is goed. Dat is goed. Dat zijn goedkope avondjes. Ja, zeker. You like preparé? You know what it is? It's ground meat. But mixed with like mayonnaise and like sauces, with like onions and other things. It's super delicious. You have to taste it. I will show you. Don't gag, because it's... So this is American préparé, but this is like ground beef. Do you want to smell it? Smell is fine. Oh, the smell is fine, okay. I'm not going to try it. Okay, it's no worries. If one day you are in a mood for tasting raw meat, you have to taste no, America. I know I never... Never say never, Justin never. Bieber. Never say never. Even, wat is die TikTok life hack? Wat is dat? Smart. Is dat echt handig? Nee. Dat is echt nice. Dat is I like it. We zitten terug. Er is even heel veel gebeurd. We zijn volgens mij 3 uur verder dan het laatste shot dat we hier zaten. Allemaal tattoos. Zijn jullie tevreden? Heel tevreden. Ja, heel artsy-fartsy.